Welkom bij deze instructievideo van Mercedes-Benz. In deze video laat ik u zien hoe u bij de eerste keer in gebruikname van uw nieuwe auto het MBUX, Mercedes-Benz User Experience Systeem, kunt configureren. Als u instapt en de auto start, ziet u dit scherm. U kunt dan drukken op starten op het scherm of u kunt het touchpad gebruiken in het midden van de auto. Daar kunt u op drukken. Als u dat doet, dan kunt u een afbeelding kiezen die het beste bij u past, bijvoorbeeld deze. Later kunt u eventueel via de Mercedes Me Portal op internet of bijvoorbeeld via de Mercedes Me App een eigen foto van uzelf toevoegen aan uw profiel. Nou, u kunt de profielnaam intypen bijvoorbeeld. Ik noem hem even MBUX in dit geval. En dan wil ik graag de instellingen die nu af fabriek in de auto zijn ingesteld, wil ik graag overnemen. Dus dan ga ik naar boven, naar verder. Kunt u ervoor kiezen om adviezen weer te laten geven. Dat betekent als u bepaalde dingen regelmatig doet, bepaalde adressen bezoeken of bepaalde telefoonnummers bellen, dan kan de auto die handelingen ook als advies naar boven laten komen, zodat u er makkelijker bij kunt komen. U kunt erop drukken en dan moet u wel even de voorwaarden accepteren en naar boven gaan. Verder. Bij sommige auto's, zoals deze B-klasse waar ik nu in zit, kunt u het optionele memory pakket, dat zit hier in de deur bijvoorbeeld, kunt u gebruiken om de stoelen te bedienen. En die kunt u ook koppelen aan een profiel. Dat betekent als u uw stoel instelt en hem opslaat onder M1 bijvoorbeeld, in dat systeem, dan onthoudt hij dat in het profiel waar u op dat moment in zit. En als u een profiel kiest bij het instappen, dan wordt de stoel ook helemaal naar uw instellingen gezet. Dat laat ik u zo even zien. Nou, dat willen we dus. Dan gaan we verder. U kunt gelijk een huisadres invullen. U kunt op actuele positie drukken als u op dit moment voor uw deur staat van uw huisadres. En anders kunt u naar adres invoeren. En dan kunt u een adres invoeren of kunt u uw huisadres invoeren. In dit geval gebruik ik even actuele positie. Dan ga ik naar verder. U kunt gelijk ook uw telefoon verbinden. Dat doet u door op uw telefoon. Ik zal het u even laten zien. Naar instellingen te gaan en dan vervolgens naar Bluetooth. Op het moment dat u dat doet, dan ziet u dat uw telefoon op dit moment zichtbaar is of detecteerbaar voor het MBUX systeem. Zo. Vervolgens ga ik op het beeldscherm van de auto naar telefoon verbinden. Dan zult u zien dat de auto de telefoon redelijk snel vindt. Zeggen we iPhone in dit geval. Kan natuurlijk ook met een Android toestel. Op uw telefoon krijgt u dan een koppelverzoek. U drukt dan op koppel en op staat toe. Bij een Android telefoon kan het zijn dat u nog één of twee toestemmingknopjes moet indrukken. En daarmee zorgt u ervoor dat uw contacten ook zichtbaar zijn in de telefoon. Nou, mijn iPhone in dit geval, uw telefoon is dan verbonden. Als u ook al een werkende Mercedes Me account op uw iPhone of op uw Android toestel geïnstalleerd heeft, dan kunt u kiezen voor ja. Want dan kan de app namelijk ook informatie delen via Bluetooth met uw MBUX systeem. Nou, dan gaan we naar gereed. En op deze manier heeft u de auto geconfigureerd. U ziet nu linksboven in beeld MBUX staan. Dat is de naam van mijn profiel, dus dat is het profiel wat ik net heb aangemaakt. Als u nou nog een profiel wil aanmaken, bijvoorbeeld voor uw partner, dan drukt u even op dat dingetje daar. En dan ziet u dat er standaard staat er een gastprofiel geïnstalleerd in de auto. U ziet mijn profiel wat ik heb aangemaakt en u kunt naar profiel aanmaken. Nou, dan kunt u nog even een tweede profiel aanmaken. Bijvoorbeeld van uw partner. Het werkt weer op dezelfde manier als het profiel wat we net hebben aangemaakt. Je moet even diezelfde stappen doorlopen. En op het moment dat u dat gedaan heeft, heeft u dus twee profielen. Zo. Handig om te vertellen is dat u per profiel kunt u wat dingen instellen via de bolletjes hier. Maar u kunt ook naar algemene instellingen. Daar kunt u ervoor kiezen dat profielen automatisch worden gesynchroniseerd. Het
is op zich wel handig om dat aan te zetten. Want u kunt namelijk bepaalde instellingen in de auto die gekoppeld zijn aan uw profiel. Als u bijvoorbeeld sfeerverlichting heeft, zit dat erin. Type tellers wat u ziet, dus het displayweergave en allerlei andere voorkeuren kunt u in de auto natuurlijk veranderen. Dan worden ze opgeslagen in profiel, maar u kunt dat ook in de Mercedes Me app aanpassen. En ook in de Mercedes Me portal. Als u het in de app aanpast, dan moet synchroniseren aanstaan, anders wordt het niet overgenomen in de auto. Dus vandaar, die zou ik even aanzetten. En hieronder ziet u profielkeuze weergeven bij het instappen. Dat is wel handig, want op het moment dat u dan instapt in de auto en de auto start, dan vraagt de auto welk profiel wilt u laden. Nou, als u dan op uw eigen profiel klikt, dan worden al uw voorkeuren geladen. En bijvoorbeeld ook in het geval van een optioneel memory pakket, uw stoel op de juiste manier ingesteld. Dat zal ik u even laten zien. Als ik nu instap in mijn auto en de motor start en mijn vrouw heeft net gereden, dan kan ik mijn eigen profiel kiezen, mijn stoel passen gaan en mijn eigen instellingen worden weer opgeroepen. Dus mijn eigen tellers, mijn eigen kleur. Op deze manier kunt u dus een profiel aanmaken. U kunt instellingen en uw voorkeuren kunt u opslaan. En bij het starten van de auto kunt u kiezen voor welk profiel u wilt. En dan hoeft u niet steeds alles opnieuw in te stellen. Super handig. Nou, dit was het. En ik wens u veel plezier met uw voertuig. Fijne dag.